I feel like Al Pacino. Me only think about the Niro. I just sold a couple kilo. Dan Dada, original Dan Dada. Dan 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 Dada, original Dan Dada. Ja, lieve mensen, we zijn vandaag bij de Youth Open Championship in Leidseveen. Georganiseerd door het TTC Hans Massing. En zoals je ziet, we hebben drie ringen en een mat. We gaan er weer een schitterende gala van maken. We lopen uit. We maken een soort van papieren. Maar we gaan nu gewoon. Ja, dames en heren, zoals je ziet ben ik hier weer met Mohamed Simsek, zoals vaak genoeg. Wat doe jij vandaag hier op het gala? Vandaag ben ik als trainer gekomen. Er vecht een jongetje, Emir. Ik ga hem vandaag begeleiden. En ja man, hij gaat vandaag voor het toernooi. En we gaan proberen de riem meenemen. Is hij er een beetje klaar voor? Ja, hij is zeker klaar voor. Hij traint volop. Hij traint elke dag. Hij heeft een doel, dus hij gaat vandaag proberen zijn doel te behalen. En dat is die riem. En ja, dat mag. Wanneer mag jij weer schitteren in de ring? Ik mag 23 juli weer schitteren in de ring bij Frankrijk. Bij Frankrijk vecht ik een partij. Ja, en nu ben ik in volle voorbereiding bezig. Ja, man. Dit is onze kleine talent. Amir, toch? Ja. Ben je er klaar voor? Ja, ik ben heel klaar ervoor. Ik ben echt pret. Ik ga iedereen knock-out slagen. Ik hoop dat ik Europese kampioen word. Inshallah. En je komt uit België? Ja, ik kom uit België. Ja, ik train daar ook. Ik heb 9 jaar. Ik train vol een bak. Hey, heel veel succes, hè. Dank je. Ja, dames en heren, je ziet het volle bak. Iedereen is druk bezig. Drie ringen, één mat. We gaan er wat moois van maken. Ja, dames en heren, ik ben hier met niemand minder dan Kevin, de eigenaar, oprichter van Mixfight. Ja, dat ben ik. Ja. Ja. Lekker op een kickboxgala vandaag aanwezig, veel jeugdpubliek. Ja, vandaag zijn we hier voor de jeugd. Dus mijn dochter doet ook mee en ja, gaan kijken. Het is een mooi toernooi, goed. We hebben drie ringen, één mat. Tot heden ziet het er goed uit. Heb je veel vechters vandaag bij je? Wij zijn hier met 12 leerlingen vandaag. Dus het is ook de eerste keer voor de sportschool Northside Sports Gym dat we voor de eerste keer met onze eigen vechters weggaan. Leuk. Ik zag laatst voorbij komen dat jij samen met wat vechters gebruik maakt van de CBN-olie. Ja, dat klopt. Daar maken wij elke dag gebruik van. CBN-olie Nederland is een van onze sponsors. En ja, wij zijn heel tevreden over hun producten. En kan je wat meer vertellen over het product? Wat doet het product? Nou, het product doet in mijn situatie heel veel voor mijn pijn. En om mijn immuunsysteem te versterken. Dus eigenlijk gezond te blijven. Maar vooral veel voor de pijn en goed te slapen. Dat werkt heel goed. En ik geef bijvoorbeeld mijn dochter echt voor haar immuunsysteem. Maar voor het immuunsysteem, maar wat heeft het voor meerwaarde voor onze kickboxers in de vechtsportwereld? Nou, bijvoorbeeld beter slapen, sneller herstel toch wel. Ja. En dat is ook de reden waarom onder andere Alistair Overeem het ook gebruikt? Klopt, Alistair Overeem is ook een groot fan van dit soort producten. Ja. Test. Ik heb hier twee heren van Sensi Stein. Zeg ik dat goed? Waar komen jullie vandaan, jongens? Else. Ja. En hoe heten jullie? Nogchams. Dani. Die gaan vandaag lekker meedoen, lekker vechten. Weet jullie ook in wat voor gewichtscategorie? Ja, ik heb al gevochten. Je hebt al gevochten. En hoe ging het? Ja, ik heb net verloren, maar... Leermoment. Ja. Weet je ook wat er fout ging? Ja, het was eigenlijk... Ik had de eerste ronde gelijk en de tweede en derde had ik gewonnen. Maar het was toen de scheids, die heeft ook gezegd dat hij had gewonnen. Dat hij iets agressiever was, maar... Je neemt er genoegen mee. Ja. Volgende keer beter. Ja. En jij? Ik ben Nogchams. Ik ga dadelijk vechten in min 45, 14 jaar. Ja. Ben je er klaar voor? Ja,
zeker. Hard voor getraind. Ik zie dat je een beetje verdrietig bent. Je hebt net gevochten. Wat is er gebeurd? Ja, onterecht verloren. Ik heb geknokt, maar ja. Lekker! Mooi! Mooi! Nee, juist! Mee. Door op die trappen! Lekker! Door op die been! Narcis Hurry, de eerste kampioen van de dag. Ja. Drie partijen gevochten toch? Eentje ging niet door. Ja, eentje ging niet door. Twee partijen gewonnen, eentje ging niet door. Kampioen, ik heb je net zien vechten. Wauw. Dank u wel. Alles kwam eruit. Dank u wel. Neem ons eens even mee naar die laatste partij. De laatste partij ging ik tegen Destiny. Het ging goed. Ik moest daarbij die low kicks pakken. Heb je gedaan. En toen had ze pijn aan de benen. Ja. En toen moest hij naar het midden van de ring komen. En toen zeiden ze wie hebben gewonnen. Narcis. Toen zeiden ze Narcis. En toen hadden we een nieuwe kampioen. Narcis, hurry, vergeet de naam niet. Gefeliciteerd en geniet van je dag, ja? Dank u wel. We hebben hier een andere vechster van Noordzijd Sport onder leiding van Ilias Bambi. Dat was van mijn tijd, toen ik nog vocht. Toen vocht Ilias ook. Stel jezelf even voor. Ik ben Demi, ik ben 16 en ik doe kickboksen. En vandaag ben je gekomen om natuurlijk die riemen mee naar huis te slepen. Ja. Hoe heb je je voorbereid? Elke dag 2 keer trainen, hardlopen, privétraining. Gebruik je ook nog iets van voedingssupplementen voor je herstel? Ik gebruik wel CBN-olie 3 keer per dag. Ja, helpt wel voor rust en zo. Dus de CBN-olie, heb je daarna nog voedingssupplementen of let je gewoon heel goed op je eten, goed slapen, hard trainen en dan haal je het wel? Ja, verder niks speciaals. Nou, netjes. En wie weet heb je straks die riem en dan kom ik je straks opzoeken. Ja, komt goed. Hallo, ik ben Zakaria en jij bent... Ryan. En ben je? Yasser. Hier, Yasser. We zijn vandaag op JOC in Leidseveen. En dan ga je jullie een beetje laten zien. Hé jongens! We zijn in de spotlight, jongen. Slap! Jongens! Matig. Vecht je ook vandaag? Nee man, vandaag niet. Grote vriend, stel jezelf eens even voor. Nou, ik ben Finn de Jong, ik ben 12 jaar en ik zit nu rond al 5 jaar op kickboksen. Je bent 12 jaar, 5 jaar op kickboksen en je hebt nu al zo'n mooie gordel. Vertel, neem ons eens even mee naar het toernooi van vandaag. Nou, ik moest al heel vroeg opstaan, maar uiteindelijk als ik er ben, heb ik er altijd wel zin in. Maar wel de zenuwen blijven wel een beetje staan. De eerste partij vocht ik een beetje, ja. Laat ik zo zeggen, het was niet mijn beste. Mijn tweede, ja, ik werd steeds beter, maar ik kreeg in alle twee partijen een minpunt. Omdat ik ben Muay Thai gewend en dit was K1. Ik pakte hem heel vaak. Namelijk vast in de laatste was wel een van mijn betere partijen. Dus je bent een beetje een dieselmotor, die moet een beetje opkomen. Maar als je gaat, dan ga je ook. Ja. Gefeliciteerd, je hebt een hele mooie gordel. Geniet ervan. En ik hoop dat er meer kampioenen van jullie sportschool komen. Ja, dat hoop ik zelf ook. Oesh. Ik ben Riyad, ik kom van Kamikaze Warriors. En over 10 jaar sta ik op Glory Light Heavyweight. Oesh. Ik ben Senna Kloestar. En ik train bij TTC Den Haag. En over 10 jaar ben ik nog steeds bij TTC en dan sta ik op het mooiste gala. Oesh. Zeker. Zal ik jou misschien mogen filmen? Tuurlijk. Zeker vroeg 5000. Kom, ga even zitten hier. Hoe oud ben je? Ik ben 10. Wanneer vecht je weer? Volgende week waarschijnlijk, TTC gala. En heb je vandaag gewonnen? Ja, ik heb wat partijen gewonnen. Maar... ik ben 2 keer in de finale gekomen en allebei in de finale verloren. Ja, dat maakt niet uit. Volgende keer beter, toch? Ja, volgende week winnen. Zeker.
We zijn vandaag met? Met de belt. Ja, heb je gewonnen? Ja. Ja? Hoe vaak heb je gevochten? Veel. Ja? Allemaal gewonnen, hè? Ja. Goed gedaan. Heb je nog iets te zeggen? Ja, dank. Ik vind het leuk dat ik de belt heb gewonnen. Ja? Ja. Boks. Michaela, gefeliciteerd. Alweer een kampioen van de Eagles. Dank je. Je hebt een mooie riem. Neem ons even mee naar je wedstrijd. Hoe ging je laatste wedstrijd? Dat was wel goed. Ik heb wel verloren, maar dat meisje was veel groter dan ik. Ah. En doordat je hebt verloren, maar je bent dan in een andere categorie, heb je toch eigenlijk je titel gekregen. Ja. Heb je hem wel verdiend? Want je hebt goed je best gedaan. Ik heb gekeken, je hebt goed je best gedaan. En de meisje was een stuk groter, maar je durfde toch de ring in. Ja. Gefeliciteerd. Cayenne Heijnen. Ik zat te kijken naar je finale. Het was een beukpartij. Twee goede sportscholen. Neem ons even mee. Nou, de eerste wedstrijd was tegen een goede jongen. Hij was krachtig en hij hield goed vol. De tweede wedstrijd was het ook tegen een felle jongen van TTC. En die had ik gewonnen. En de derde partij had ik een leeftrap gegeven. En toen was het naar de eerste ronde, had ik gewonnen. En de vierde wedstrijd vocht ik tegen Presley van TTC. Dat is een hele goede vechter en die heb ik gewonnen. Je hebt vier partijen gevochten vandaag? Ja. Dan heb je deze gordel meer dan verdiend. Ja. Je moet eigenlijk twee aan je geven. Hey, gefeliciteerd man. Dank u wel. Hoes. Yes, dames en heren. Ik ben hier met Nadia van CTC. Gefeliciteerd. Dank u wel. Ik zie dat je een hele mooie gordel hebt gewonnen. Neem ons eens even mee. Wat heb je ervoor moeten doen? Lang voor getraind. Alles geven en goed je conditie opbouwen. Hoeveel wedstrijden heb je vandaag gevochten? Volgens mij drie. Drie wedstrijden, drie keer mogen winnen. Gefeliciteerd. Op wie moeten jullie abonneren? Op Dada 5000 Vlog! Je hebt zo gevochten. Super partij. Ja, je mag trots op jezelf zijn, hè? Waarom ben je nou verdrietig? Verloren. Hè? Ik heb niet gewonnen. Ja. Maar je kan niet altijd winnen. Een van jouw trainers is ook een super vechter. Misschien wel de beste in zijn gewicht. Maar die heeft ook wel eens verloren. Toch? Leren, meenemen en volgende keer win je. Ik ben hier met Misa van House of Champions en ik zie dat je een hele mooie gordel hebt. Vertel, hoe heb je die gewonnen? Om gewoon goed mijn best te doen. Ja, en heb je goed je best gedaan? Ja. Want dan heb je gewonnen. En nu ben je kampioen. Ben je er blij mee? Ja. Ik ga me ook op school laten. En in welke groep zit jij? In groep 3. In groep 3. En heb je nu al zo'n mooie riem? En ik ben 7 en ik heb 8 wedstrijden gewonnen. Ik ben heel trots op jou en je ouders vast ook. Mag ik een box van je? Gefeliciteerd. Dank
gefeliciteerd. Ja, dames en heren. AREA training is er natuurlijk ook weer aanwezig. Zijn ze er een beetje klaar voor? Je ziet het. Hij begint om te kleden, dus hij moet wel. Omar, ben je een beetje ready? Zeker. Klaar om te beuken? Waar ga je vandaag op letten? Agressiever zijn. Agressiever zijn. Boos. Nee. Alle sporters die aanwezig zijn, jullie hebben goed jullie best gedaan vandaag. De verlies is niet getreurd, het hoort bij het leven en noem maar één vechter die nooit verloren heeft. Stop dat goed tussen je oren. Dus. Tip van Big Mo. Delano, ben je er een beetje klaar voor? Ja. Nee, 12, 13 jaar, min 55 kilo. Ik zie dat je een beetje zenuwachtig bent. Een beetje. Een beetje, maar hoort erbij, hè? Gezonde spanningen, gezonde zenuwen. Succes ook. Net hier, Theo Meijer. We hebben hier Team Eagles. Hey, ik hoorde dat jij binnenkort in Maleisië moest vechten. Vertel. Ik ga in augustus vechten in Maleisië. En hoop ik daar mijn wereldtitel te verdedigen. Hey, netjes, netjes. En is ook al bekend tegen wie je moet? Nee, nog totaal niet. Ik weet alleen dat ik dit jaar met ellebogen en knieën naar het hoofd mag vechten. Ja. Dus dat moet goed komen. De hoge verwachtingen. Hoop het, ja. Wat gaat ze doen? Op wie moet iedereen abonneren? Dada 5000. De beste, hè? Ja, sowieso, man. Vakka champion. Hè? Stel jezelf even voor. Ik ben net dicht, ik ben 13 jaar en ik ben nu kampioen min 50. Min 50. Sterk, man. Neem ons even mee naar je laatste partij. De laatste partij heb ik goed gedaan. Soms was ik te moe geworden, maar uiteindelijk heb ik de winst meegenomen naar huis. Netjes, man. Ik zie dat je uitkomt voor Fighting TMS. Ik ben trots op mijn coaches. Coaches, netjes. Ik denk dat ze ook heel trots zijn op jou met je nieuwe. Heel veel kampioenen. Leuk sfeertje, drie ringen, eenmaal veel nieuwe kampioenen. En het is een lange dag. Maar gezellig. Kampioenen, kampioenen. We hebben hem, hoor. Gefeliciteerd, vriend. Dankjewel. Heb je er hard voor moeten knokken? Ja, ja. Beukpartij. Ja, vaak getraind. Je ziet er verslagen uit. Ja, maar wel gewonnen. Gefeliciteerd. Verslagen, wel gewonnen. Dankjewel. Team. Rut! Kom op, Jake, ja! Hey! Hey, Emrah! Emrah, stoten! Stoten! Naar voren, stoten! Yes! Hey. Yes! Goed! Emrah, lever, lever! Daarom heb ik voor jou een tankkussen gesponsord door Attila Fighter, mijn sponsor. En die geef jou een tankkussen weg. Dus kom eens hier. Ja, de spelbreker. Oi, 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 oi. Kampioenen, kampioenen. Vriend, ja? Je hebt een gordel gewonnen. Ja. Vertel eens even, hoe is het gegaan? Goed. Gewonnen? Ja. Hoe vaak moest je vechten vandaag? Zes keer.
Negen keer? Ja, ik heb eerst twee poes, één poes van twee gekocht die heb ik verloren. En mijn laatste poes heb ik gewonnen. Dat finale is goed gelijk. Gefeliciteerd, vriend. Dank je. We hebben weer een mooie kampioen van 15 TMS. Stel jezelf even voor. Dat Maron en Aysati, 16 jaar, 15 TMS, onthoud dat. En we gaan nog heel veel van je horen. Sowieso. Oes. Ilias. Ilias. Oes. Hey, ik zie dat je vandaag veel kampioen hebt. Alhamdulillah, dankjewel. Oes. Vanzelf vechten naar een hele groep kampioen. Oes. Ik ben hier met mijn brada Fais. Ook wel bekend van Flink Rotterdam, Penosa en nog een hoop. Een hele hoop, ja. Wat vond je vandaag van het gala? Goeie knokkers, goede vechters. Ja, de toekomst wordt mooi in sport. En ja, wat zou ik zeggen? Het is een mooi groot evenement. Heel druk, veel bezocht. Ja. Heel veel vechters, ik denk dat wij nu wel moe zijn. Bij deze gaan we hem ook mooi afsluiten. Yes, ze moeten allemaal abonneren op. Dada 5000 vlogs. Niet vergeten. Niet vergeten, subscribe, abonneer. Oesh. I feel like Al Pacino. Me only think about the Niro. I just sold a couple kilo. Dan Dada. Original Dan Dada. Dan 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 Dada. Original Dan Dada. Dan Dada. Original Dan Dada. Dan 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 Dada.